Landen die ervoor kiezen om naar IMF te gaan, zullen blijven in de greep van deze organisatie. De leiders van het land hadden dit moeten weten. Dit zei Beryl Vreeden afgelopen vrijdag tijdens de lezing Politiek Leiderschap in Suriname, gehouden in het Asuria Event Center. Vreeden wijst erop dat het IMF altijd probeert om landen die bij ze aanklopt in hun greep te houden door zoveel als mogelijk te bepalen voor de economie, maar ook te bemoeien in de politiek. Want als ze de economie controleren, controleren ze je politiek, ze controleren alles van je. En het liefst hebben ze gedaan in de greep, dat je daar blijft. En ze hebben het zeker tegen het volk. Omdat ik heb gelezen dat ze in sommige landen andere condities hebben, bijvoorbeeld de conditie van begin met je inkomsten te verhogen door belasting te innen, hebben ze ons gezegd. En weet je wat zo jammer is? Dat ook politieke leiders dit niet weten. Leiders van politieke partijen. En het is toch heel erg belangrijk om te weten in wat voor ellende we worden. Het is ellende waarin we terecht zijn gekomen. Vreeden gelooft dat er andere keuzes waren dan het stappen naar het IMF. Ze vindt dat als de leiders van het land de andere keuzes hadden gebruikt, niet zo'n groot deel van de Surinaamse bevolking nu in ellende en armoede zou leven. Een van de keuzes die voor mij zelf opgeschreven was, is iedere burger die belastingplichtig is, betaalt belasting. En haal niet alleen maar belasting bij mensen bij wie je het makkelijk kunt halen, zoals de ambtenaren. Haal het bij die grootverdieners, bij die bedrijven. Haal het vooral bij bedrijven die diensten leveren aan het volk en die diensten die de mensen in verderf brengen. Waar is de leider? Had vanaf de woon gezegd, niemand de deur uit. Alle beetje zelf. Ook die verschrikkelijke dure reizen overal naartoe. Alle beetje zelf. Vreeden vindt dat leiders binnen de overheid niet willen nadenken over voor de hand liggende oplossingen.